Ole Tobiassen, een 3-0 overwinning op Topos. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heerlijk. Tevreden trainer? Als je wint ben je altijd tevreden. Verbeterpunten zijn er altijd. En het had ook nog groter uitslag kunnen worden. Maar ik ben zeker tevreden, ja. Ik denk dat dat eigenlijk het enige echte verbeterpunt is. Dat je er misschien wat meer had moeten maken. Ja, absoluut. Maar aan de andere kant geef je ook bij 2-0 een hele grote kans weg aan de tegenstander. Waar het 1-2 had kunnen worden. Maar inderdaad, je moet zelf veel vaker scoren in zo'n wedstrijd. En dan is het ook veel sneller beslist. Maar uiteindelijk hebben we onze eerste 3 punten kunnen pakken thuis. En daar zijn we wel heel tevreden mee. Vorige week was het Margarita die de geblesseerde Mees Kaandorp verving. Deze week koos jij voor Usama Boujaklaven. Van waar die keuze? Ja, Oes heeft gewoon heel goed getraind. Je ziet dat Usama ook steeds vrijer voetbalt. Niet alleen in de wedstrijden, maar ook in de trainingen. Dat was even wennen voor hem in het begin. Nieuwe omgeving, nieuwe speelwijze. Maar je ziet ook vandaag dat hij steeds vrijer voetbalt. En daarom de keuze voor hem deze week en niet voor een andere speler. Dat is eigenlijk bij 2 doelpunten belangrijk. Ja, absoluut. Dat verwacht je ook van je voorgoed spelers, dat ze beslissend zijn, belangrijk zijn. Dus dat is wel mooi dat hij dat nu vandaag hebben gedaan. En daarvoor hebben we ook nog een voorzet vanaf de andere kant gehad, waar Anes uitgescoord heeft. Dus het is fijn dat onze voorgoed spelers wel belangrijk zijn, beslissend zijn en rendement hebben. Je wint met 3-0, je stijgt in ieder geval voorlopig naar de tweede plaats op de ranglijst. Wordt nu zondag bij NEC de echte test om te kijken of je daar bovenin echt kan mee blijven draaien? Onze verwachtingen zijn hoog voor onszelf. We willen iedere wedstrijd graag winnen. Maar NEC is gewoon een hele moeilijke uitwedstrijd. Dan moet je niet gaan verwachten dat we daar heel makkelijk gaan winnen of heel makkelijk resultaten gaan halen. Dat wordt gewoon een hele moeilijke uitwedstrijd. En we zullen ons uiterste best doen om daar punten te pakken of zelfs 3 punten te pakken. Maar eerst even genieten van deze overwinning en dan eind van de week dan gaan we dan focussen op NEC. Daarom bedoel ik het ook eigenlijk dat we misschien wel nog meer een test dan Topos. Ja, maar ja, iedere wedstrijd is een test. Dus het blijft een aparte competitie, de KKD-competitie. Maar ja, we doen iedere week ons best om te winnen. En als we dat iedere week doen, ons best doen, dan kunnen we niet meer doen. En dan zien we wel hoe het dan eindigt. Nou, dan zijn jullie voor de test van vanavond denk ik geslaagd. Dat zeker, ja. En dat is mooi dat we nu al zo hoog staan in de competitie. Als je mij voor het seizoen begon, had gevraagd, zou je tevreden zijn met 7 punten uit 3 wedstrijden? En dan had ik ja gezegd. Dankjewel.